Zo, vandaag inmiddels even nadenken. Halfweg november is de Oktoberbox van Fairyloot binnengekomen. Die had enige vertraging, vandaar zo laat. En ik ga hem uitpakken. Dus hierbij nog mijn unboxing van de Oktoberbox van Fairyloot. Ik vind die dozen altijd al zo leuk, want er zit zo'n leuk printje in met spiraaltjes en vlindertjes en zo. En dan, oh, dit is wel rotzooi wat erin zit. Het thema van oktober is Wicked Hearts. Hier staat op wat er allemaal in zit. Dat ga ik dus nog niet lezen. Dat bekijk ik altijd achteraf, want ik vind het veel leuker om gewoon uit te pakken, zeg maar. Normaal zitten er meer van die wokkels of zo in, van foam. Dit is een soort stro. Nou, dan ligt gelijk je hele huis onder als je het uitpakt. Dus ik ben meer fan van de wokkels, kan ik nou al zeggen. Dan heb ik hier een Wicked Hearts speelkaartensetje. Altijd handig. Kunnen we weer allerlei spelletjes doen, zoals pesten. Daar ben ik goed in, ook zonder kaarten. Dan hebben we hier een mooi Fairyloot envelopje. En daar zal dan ook iets in zitten. Een pin. De Young Elites Animal Pin. It is my turn to use, my turn to hate. Met een wolf en een maan en een koot. Dan zit daarin een puzzel van Checks from Caraval. Caraval is een boekenserie van Stephanie Garber. Ik heb hem ook in de kast staan. Ik vind het een geweldige serie. En hier is dus een puzzel van een van de characters daarvan. 100 stukjes. Dus lekker easy peasy. Geen idee of ik hem ga maken of gewoon bewaren of uiteindelijk weg te doen. Want daar moet ik nog even over nadenken. Dan zit daarin Star Wars, denk ik zo. Een stickervel met Star Wars figuurtjes. Leuk voor in mijn scrapboek als ik ooit wel naar Amerika kan gaan en naar Star Wars Galaxy's Edge kan gaan om dat te verkennen. Dan is dat wel leuk om erbij te plakken, dus die ga ik lekker bewaren. Dan heb ik hier nog sokken. Vampire Hunter Socks. Voetsokjes. Het is nou voorlopig te koud daarvoor, maar van de zomer kan ik ze wel gaan dragen. Die hou ik zelf, ik ben dol op sokken. Er staan een soort van vleermuisjes, schedeltjes op, spiraaltjes, zwaardjes. Wit met zwart en geel-goudkleurig iets. Leuk. Dan de tarotkaarten, Nine of Swords en Ten of Swords. Doe ik helemaal niks mee, dus die ga ik waarschijnlijk uiteindelijk verkopen. Dan heb ik hier nog een Kingdom of the Wicked Salt and Pepper Shaker. Keramisch. Ik zal ze er even uithalen. Oh, het staat hetzelfde op. By Earth, Moon and Stone, bless this heart, bless this home. En deze is met slangetjes erop. Dan, ja, weet je, ze zijn ongeveer hetzelfde. Dus je kunt zelf bepalen welke je de peper en waar je de zout in doet. En deze heeft een soort maantjes of zo erop. En heeft ook drie gaatjes. Maar leuk, ik heb nog nooit eerder een boekjes peper en zout setje gehad. Dus dat vind ik wel top. En dan is hier nog netjes in een Fairyloot zakje. Happy reading! Het boek van de maand. Ja, en echt alles zit onder die snippetjes, maar goed. Even aan de kant zetten. Dan heb ik hier nog de Fairy Scoop Wicked Hearts met een kleine author interview. Carrie Maniscalco. Carrie Maniscalco. Ik weet niet hoe je haar naam uitspreekt, maar dat is de schrijfster van het boek.
Er zit een briefje bij. Met een character uit het boek, denk ik. Waarop staat: Dear Fairy Lute readers, the first seeds of this story began in 2015. Back then it was set in ancient Rome and featured two characters who absolutely hated each other. I'm a huge fan of the enemies to lovers trope. And while the setting and much of the story has changed, that element remained. Emilia and Vrat's dynamic is one of my favorite parts of this story, and I hope you love it too. I adore dark heroes with questionable motives, heroines who go after what they want, and morally gray characters, all of which you find in this book. While reading this stunning exclusive edition of Kingdom of the Wicked, my hope is for you to simply enjoy yourself for a few hours and to find the perfect escape. Carrie. Dan zit er nog een deleted chapter from Kingdom of the Wicked in. Die is dus toegevoegd in een boekwerkje. En dan zit er het boek in. Kingdom of the Wicked. Prachtige dust jacket. In de dust jacket zit een geweldige artprint. Even iets verder trekken. De dust jacket. Dan het boek zelf heeft ook prachtig, kijk, zilveren folie op het boek. Hier staat ook nog Kingdom of the Wicked. En dan heeft het boek ook nog sprayed edges. Zwart. En dan hier is het nog met prachtige bloemetjesmotief bewerkt. En dan binnenin zit ook nog een Fairylute Exclusive sticker met een handtekening. Maar ook hier is de handtekening nog erin gedrukt. Dus een super gave uitgave. Ik ken het boek niet. Ik ken ook de serie niet waar het van is. Of het ook apart te lezen is. Of dat het een vervolg ergens op is. Dat ga ik nog even rustig uitzoeken. Maar het boek ziet er echt prachtig uit. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. En dat was weer de unboxing. Ik ga nog heel even checken of alles erin zat via de spoilercard. En daar staat dan op een gorgeous set of salt and pepper shakers. The codes are from our future book of the month. Dus dat hoort ook echt bij Kingdom of the Wicked. Dus dat is wel heel leuk. Dus als het boek heel gaaf is, heb ik daar een leuke goodie bij. Verder zitten er dus in speelkaarten die ook nog met speciale folie bedekt zijn. Ik ga hem nog niet uit de verpakking halen, maar die zitten erin. De pin. Inspired by the Young Elites. Dat is dus ook een boekenserie of een boek van Marilou. Verder een puzzel van Caraval. Boekje Socks. Inspired by the Castlevania serie. Ik ken die serie niet, maar ik vind sokken toch wel leuk, dus ik hou ze sowieso. Verder dan de tarotkaart en het boek zelf. Het boek heeft een exclusieve cover, stencils, sprayed edges, artwork on the reverse of the dust jacket, foil design on the hardcover and a printed signature on the title page. It also comes with a signed bookplate and an exclusive bonus chapter. Nou, ik ben er helemaal super blij mee. Dit is dan nog de spoilercard. Is tevens een artprint met zeg maar het thema van de maand erop. Ik ben er blij mee. Ik ga het lezen. Eigenlijk alles denk ik wel weer te houden. Er is maar heel weinig wat ik wegdoe. Omdat ik het gewoon veel te leuk vind om allemaal te bewaren. Boekenfan. Nou, tot de volgende keer. November komt als het goed is eerder. Die komt eind november echt al binnen. Daar hoop ik ook gewoon op. En dan komt de volgende unboxing van Fairylute weer. Ik vind het altijd veel te leuk om te zien wat er allemaal in deze boxen zit. En ik hoop dat jullie het ook weer leuk vonden. Tot de volgende keer. Doeg!